Richard van Nieuwkoop, dan mag je weer een keer keepen en dan bereik je met de Rijnsburgse boys ten koste van Noordwijk de volgende ronde. Wat voor gevoel gaat er door je heen? Ja, heerlijk. Kijk, het was misschien de eerste helft geen beste wedstrijd. Maar je ziet de tweede helft, dan zetten we alles op alles. En dan zie je waar de ploeg toen in staat is. En ik denk dat het gewoon verdiend is dat wij gewonnen hebben. Je moest tot de laatste minuut wachten. Heb je hem geknepen? Ja, uiteindelijk niet echt. Ik heb af en toe wel het idee gehad van dat het nog lastig zou worden. En dat je speelt natuurlijk je verlenging en je weet niet hoe dat gaat. Maar ik vond dat wij gewoon fysiek sterker waren op dat moment. En we speelden dan lange ballen naar voren. En het stond gewoon goed. Dus het was prima. Drie penalties gebeurt natuurlijk allemaal aan de overkant. Heb je er iets van kunnen zien? Nou ja, ik zie daar niet veel van. Kijk, overtreding en handsbal en er gebeurde nog iets. Ja, of het penalties zijn ja of nee, dat moet je niet aan mij vragen. Het is lekker dat we ze krijgen. Het is knap dat Joël ze alle drie scoort. Dus dat is gewoon top voor ons. Kun je zeggen dat jullie karakter hebben getoond na een ondermaatse eerste helft? Ja, absoluut. Ik denk, voetballend kwamen we er niet uit. We werden onder druk gezet en we kregen het niet voor elkaar om daar voetballend onderuit te komen. Dus ik denk dat hun gewoon eerst zelf beter waren. En de tweede helft, dan rechten we onze rug. En dan denk ik dat wij gewoon een hele goede pot neergezet hebben. Eerlijk zeggen, had je niet stiekem gehoopt op een penalty-serie om je daarin te onderscheiden? Nee, want als je in de verlenging gewoon weet te winnen, is dat gewoon veel beter dan een penalty-serie. Tuurlijk, het is leuk als je een penalty-serie krijgt en je kan je onderscheiden. Aan de andere kant, als je geen penalty pakt, dan is het ook niks. Dus ja, weet je, dan maar op deze manier. En gewoon de drie punten lekker meenemen en naar de volgende ronde toe. En voor jou eindelijk weer een keer keepen vanaf het begin. Dat heb je dit seizoen nog niet mee kunnen maken. Vreet dat aan je? In je laatste jaar? Ja, tuurlijk vreet dat aan me. Kijk, dat lijkt me logisch. Ik heb hier 8 jaar gezeten als basiskeeper. En nu zijn de rollen omgedraaid. Ja, dan moet ik er maar van maken wat er van te maken valt. En dan moet ik deze wedstrijd gewoon doorkomen. Even slikken en dan je rol als reservekeeper vervullen. Nou ja, ik blijf wel gewoon voor de eerste plek gaan. Kijk, het is niet dat het helemaal afgeschreven is. En ik blijf gewoon mijn best doen. En ik maak het hem zo moeilijk mogelijk. En dan zien we wel wat er gebeurt. Nu tegen FC Eindhoven in de volgende KNVB-ronde met jou onder de lat? Daar ga ik wel vanuit. Als dat niet zo is, dan klopt het niet wat er tegen mij gezegd is.